Ik heb 2 nachtmerries. En die heb ik nog. Als ik, die heb ik zo nu en dan als ik heel moe ben. En als ik ziek ben en zwak ben of zo. De ene is dat ik onder een brug... dat ik in het water sta onder een brug. En dan aan elke kant een Duitser staat met een pistool... en het water omhoog komt. Dus ik moet of verdrinken of ik word doodgeschoten. En het andere is... dat als ik onverwacht bijvoorbeeld iemand bij mij binnenkomt... of in, als ik slaap, heb ik een keer ook meegemaakt... dan word ik heel angstig en paniekerig. Maar dan ben ik bang dat ik weer verkracht word. Ik ben door de Duitsers verkracht. Dus dan heb ik het gevoel dat dat dan weer kan gebeuren. En dat is, ja, dan word je in paniek wakker. Maar dat gebeurt niet elke week, hoor. Maar dat gebeurt alleen als je heel erg moe bent. Oorlog haal je niet zomaar uit de mens. Zelfs niet als er 70 jaar overheen gaat. Tijd heelt niet alle wonden. Maar als je de slachtoffer serieus neemt, dan laat je misdaad niet onbestraft. Ik wilde weten hoe Duitsland die enorme hoeveelheid criminaliteit had aangepakt. En ging op bezoek bij het belangrijkste nazi-opsporingsorgaan in Duitsland. Er zijn 1,6 miljoen cards hier. Ja. En bijna 700.000 war criminals. Hoeveel court cases came? Out of that. De Abgründung der zentralen Stelle, die ja 1958 gegründet worden ist, waren es dann nur noch 563 Personen, die rechtskräftig verurteilt worden sind. In de woonplaats van de voortvluchtige oorlogsmisdadiger Faber blijkt hoe de nazi-jacht in praktijk werkt. Vorher, muss ich ganz ehrlich sein, war uns der Fall gar nicht bekannt. Wir wussten gar nicht, dass Faber hier ist. De Nederlandse overheid was jaren ongeïnteresseerd in voortvluchtige nazi's. En tot op heden is Nederland bang om de relatie met Duitsland te schaden. Minister van Justitie Opstelten wil gevoelige informatie geheim houden. Ook daar heeft de minister zich beroepen op grond goede betrekkingen met andere staten. Volgens de rechtbank heeft de minister dat op goede gronden geweigerd. Maar je hoeft niet lang te zoeken om dit gevoelige materiaal te vinden. Mag ik dit lezen? Ja, natuurlijk. Ik word wel heel erg nieuwsgierig. Ja. Natuurlijk, kijk, omdat het niet mag, wil ik het onmiddellijk allemaal lezen. Afgelopen mei stierf oorlogsmisdadiger Faber. Nu is Siert Bruins de laatst levende voortvluchtige nazi. Zal ook Bruins, net als Faber, in vrijheid sterven? En zo kan dat nu dat ik Duitse soldaat werd. Zal hij ooit van een rechter te horen krijgen dat hij verzetsmensen niet mag vermoorden? Want nu denkt hij dat daar niets mis mee is en heeft hij nergens spijt van. Niet iedereen ging in de SS. Niet iedereen heeft gedaan wat u heeft gedaan. Dus er zijn ook mensen die hebben andere keuzes gemaakt. Nee, niet in Krieg. In Krieg kannst du niet denken. Ik heb in kazerne gezeten. Ja? In de Hollander. Ja? Zo, ja. Waarvoor dan wel ik die man getrouwd heb die ik lief? Dat is het. Ja? Ja, ja. En okay. Ik ben nu 65 jaar vandaag de dag in Duitsland. Ik kan blij zijn dat ik hier in Duitsland ben en niet meer in Holland. Waarom? Zij werd bestraft. Ja. Met zwangsarbeid. Waarom precies? Ja, waar ze met mij getrouwd was. Waar ik met hem getrouwd was. Maar dan, ja? Onze, moment maar. Ja? En onze koningin, Juliane, ja. Die had een SS-stumband voor geheirat. Damals. Een major. Ja. Waarom werd hij dan niet bestraft? Voor mijn vrouw dan, waar een Zwitserse soldaat geheirat had. Want ze had een stuurmanfeur geheirat. En die vraag heb ik de Hollander ook gesteld. En die wilde mij verbieden. Ik zeg, dan verbied ik u wat u mij vraagt. Liefde heeft met politiek
niks te doen. Was, alsjeblieft. Ze waren niet, aan de partij hoor. Ja, helemaal niet. Ik heb er nooit meer eraan gestuurd. Die bij ons in het dorp helemaal niet. Die vonden het helemaal niet erg. Hè? Nee, liefde heeft niks met politiek te maken. Nee, nee. Heb ik toch gezegd. Ja. Heb ik ook aan het gericht gezegd. En dan hebben ze mij veroordeeld. Tot 3 jaar dwangarbeid. Moest ik verplicht dat werk aannemen in Holland. En, wat? Ik, hè? En hoe was dat? Hè? Hoe was dat? Dan ben ik weggegaan naar Duitsland. Gevlucht. U bent ook gevlucht. Ja. De vlucht van meneer en mevrouw Bruins uit Nederland naar Duitsland zal destijds spannend zijn geweest. Maar tegenwoordig passeert de grens ongemerkt. De onzichtbare lijn is voor een voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger als Bruins het verschil tussen vrijheid en een levenslange gevangenisstraf. Wanneer hij een voet over deze imaginaire lijn zet en hij door een Nederlandse politiebeambte herkend zou worden, kan hij zonder tussenkomst van de rechter het gevangen in. Daarentegen heeft hij in Duitsland niets te vrezen. En dat is hier. Ik vrees dat ook Bruins de rechtsgang gaat ontlopen. Net als met Faber is gebeurd. Daarom wil ik begrijpen wat er precies is misgegaan in het proces van Faber. 4 maanden na mijn eerste ontmoeting met mevrouw Faber onderneem ik een tweede poging. 2 weken later zou Klaas Karel Faber in vrijheid overlijden. De Duitse aanklager had net een procedure opgestart om Faber alsnog achter de tralies te krijgen. Dit stemde mij optimistisch en ik hoopte op een ontmoeting. Het is eigenlijk hetzelfde recept als de vorige keer, als in januari. Maar nu is er sneeuw weg, de zon schijnt, dus waarom niet? Nou, we gaan hier maar even staan. Het is daar. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Ongelooflijk. Hallo. Hallo. Dag mevrouw Faber. Ik ben Gideon Levy. Ik ben een tijdje geleden ben ik bij u langs geweest. Hoe gaat het met u? Oh, het steekt zo, man. Kijk, het is zo slecht. Ach ja? Ja, hij is aan de dialyse. Hij is aan de dialyse. Kom. En kan hij thuis zijn of is hij in het ziekenhuis? Nee, hij is zo thuis. Gaat niet goed? Hij had zo'n slechte taak met hoe je de fields met. En hoe is het met, geestelijk met hem? Is hij in de war of heeft hij alles nog? Nee, is hij nog fris? Dat gaat. Oh, gelukkig. Ja. Dat is goed. Ja. Nou, en hoe gaat het met u? Het is moes. Ja. Maar heeft hij ook met u veel over gepraat, over wat hij heeft gedaan? Ja, maar hij heeft altijd gezegd, ik hoef niet te schamen voor wat ik gedaan heb. Nee? Het is nooit zo, ja. Mijn man is, is ongeveer de laatste. Ja. Van die, daarom wordt er zoveel opmerkzaamheid aan hem besteed. Aan me. Verdiend heeft hij niet. En hoe reageert hij daarop als er weer iets in het nieuws is? Nee. Als er weer een, als ja. Nederland vraagt om uitlevering? Het is nooit aangenaam. Maar wat zegt hij dan? Ja, wat zal je daarop zeggen? Het is zo, mijn man is hier in Düsseldorf zo'n veroordeeld. Ja. Mijn man verwacht niet meer dat hij nog een keer veroordeeld wordt. Dus hij maakt zich niet ongerust? Nou, nee. Ach, mijn man is 90 jaar. Dat Faber in vrijheid is gestorven is zijn geluk. Maar het had ook anders kunnen lopen. Vele decennia lang heeft Nederland de zaak Faber links laten liggen. Maar in de laatste paar jaar leek het alsof de overheid wakker was geschud. Er werd een poging gedaan om Faber uitgeleverd te krijgen. En later vroeg men Duitsland om Faber zelf te berechten. In 2007 liet de Duitse justitie Nederland weten dat Faber niet meer strafrechtelijk vervolgd zou worden. De zaak werd geseponeerd. In de juridische wereld beter bekend als een CEPO-beschikking. Op die CEPO-beschikking vallen wel wat opmerkingen te maken. Ik heb er naar gekeken, ik heb het bij je gekregen, ze zeggen aardig van ze, want dat hoeven ze niet te doen. Ik heb er naar gekeken. En wat je dus kan doen, is
als je die CIPO-beschikking krijgt, en aangezien de Nederlandse regering zegt dat zij om vervolging verzocht hebben, zullen ze zonder twijfel die CIPO-beschikking thuisgeleverd gekregen hebben. Zouden die CIPO-beschikking, als ze het echter wat aan gelegen was, en niet alleen een soort windowdressing was om de Nederlandse bevolking gerust te stellen en te zeggen van, aha, nou, iets wat in mijn kringen heet de dollarstreek, ja, dit soort wat schijnheilig gedoe en om de waarheid te verhullen. Als ze het echt hadden gewild, dan hadden ze hun beste mensen op die CIPO-beschikking gezet, die hadden de gaten ingeschoten en hadden gezegd, wij gaan naar, nou, dat is dan waarschijnlijk het Hof, het gerechtshof in München. Maar dat gebeurt niet. Als het om dit soort dingen gaat, zijn de meeste staten niet erg veel beter dan andere staten. Daar moet je niet intrappen. En dan worden er hier worden de toneelstukjes opgevoerd, en Donner is daar natuurlijk groot in. Ja, die jongen leeft van de toneelstukjes. Onze vriend Donner, die roept, dan ga ik wel naar de Duitsers. Of het was Ernst, hier is Berlin, zelfde laken en pak. Dan ga ik naar de Duitsers. Ja, en dan vraag ik nu ze dit ten uitvoerlegging niet doen om zelf te berechten. Zaak staat niet alleen hoor. Ik ken allemaal van die zaken waar Nederland geen poot heeft uitgestoken om het recht te bevorderen. Jouw recht. Het recht te bevorderen. Toen het CIPO-besluit begin 2007 uit Duitsland kwam, was Ernst Hirschberlin minister van Justitie. Een functie die hij tot driemaal toe bekleedde. Alhoewel hij de man was die na jaren van Nederlandse desinteresse de zaak van de voortvluchtige oorlogsmisdadigers oppakte, bleef het succes uit. Toen ik het CIPO-beschikking las, samen met de jurist, was ik echt verbaasd. Er stonden echt dingen in die ook feitelijk niet klopten. Is het niet jammer dat Nederland dat niet voor de rechter heeft laten komen? Dan had dat voor de rechter kunnen worden uitgezocht. Nou, zijn van de Nederlandse kant zijn er steeds alle pogingen gedaan om die zaak ook door de rechter te laten beoordelen op de best mogelijke basis. We kunnen hier geen functioneringsgesprek van een Duitse officier van justitie voeren. Maar wederom geldt, de rechter zal dat moeten uitspreken. Want die geeft het bindende oordeel daarover. Ja. Maar precies dat is dus niet gebeurd. Het is dus niet voor de rechter gekomen, want Nederland heeft dat gewoon geaccepteerd. Dat nee, we doen het niet. Nou, Nederland heeft geen Duitse uitspraken geaccepteerd of niet. Nederland heeft in alle stadia gezocht naar mogelijkheden om de straf van Faber ten uitvoer gelegd te krijgen. En dat was eerst in een poging om hem uitgeleverd te krijgen, vervolgens in een poging om de straf in Duitsland ten uitvoer gelegd te krijgen en in de laatste fase op basis van het Europese aanhoudingsbevel. Ik wilde ook geen functioneringsgesprek over de Duitse aanklager hebben, maar ik wilde Hirschberlins functioneren en dat van zijn ambtenaren doorgronden. Maar daar had hij duidelijk geen behoefte aan. Het blijft daarom jammer genoeg onduidelijk waarom Nederland de kans liet schieten om de Duitse rechter te laten oordelen over de CIPO-beschikking. Nederland koos in ieder geval voor een nieuwe strategie. Op 25 november 2010 vaardigde het Nederlandse Openbaar Ministerie een Europees arrestatiebevel uit voor Faber, die toen 88 jaar oud was. Dit arrestatiebevel kwam terecht in München op het bureau van Joachim Ettenhover. We received an EAW, so an European arrest warrant from the Netherlands, asking for the surrender of Mr. Faber, and we decided on it. To say not we decided, but the higher regional court, the Oberlandesgericht in Munich, decided on it. Mm-hmm. The procedure is that if you get an EAW, the first thing was to have a hearing at the local court of Mr. Faber, so he has to be heard, whether he agrees to his surrender or disagrees. And in this case, Mr. Faber disagreed, of course, because he don't want to serve the sentence, it's natural. And therefore, the next step was to send the case to the higher regional court, and the higher regional court decided that surrender is not admissible because Mr. Faber didn't consent to the surrender. And yeah, if you don't know nothing about law, if you are just sitting at home and watching a television program on Mr. Faber, This might be a strange thing for you, because you think, well, there are two countries,
Holland and Germany, they both want to solve a case, but the criminal that we talk about, the war criminal, doesn't agree with his extradition, so therefore nothing happens. Mm-hmm. If you really want to do something about Mr. Faber, you have to be very fast because he's 90 years old. So to me, it looks like, you know, I sometimes have the feeling that it's a kind of window dressing. No, it's done like any other case. Yeah? Yeah. No special procedure. But why no special procedure? Why a special procedure? Well, I think it's a very painful case for both Holland and Germany. Yeah. The guy killed a lot of people. It should have been taken care of a long time ago. Everybody agrees about Nazis. We all agree, no? Yeah, but it's a normal procedure under our law. Yeah, but now it's about 60 years. Special procedure sounds like special treatment. Yes. We do it like our law provides. For. And extradition procedures are dealt with urgently. So this and is if some parts of it take time, then so be it. We can't influence the city of Ingolstadt, for example. So they have to check the German citizenship, and if they need the time, they need it. Mm-hmm. Yeah. Helmut Walter is de officier van justitie in Ingolstadt, die eind 2011 probeerde om Faber in Duitsland zijn Nederlandse straf te laten uitzitten. Deze procedure zou snel duidelijkheid brengen in deze slepende zaak. Het zijn reine formele verfahren. Also es ist hier kein Gerichtsverfahren, wo er erscheinen muss und Aussagen machen muss, sondern es ist ein formelles Verfahren, bei dem er zwar das Recht auf Anhörung hat, aber dann vor Gericht. But did Mr. Faber, for instance, get a letter at home? Er hat den Antrag bekommen. Oh ja? Parallel muss er, natürlich, ne? Okay. And how many days does he have to react? Oh, in der Regel 14 Tage oder 4 Wochen, je nachdem. Weiter? Herr Walter, this is Gideon Levy from Holland. Yeah. How are you? Fine, fine. What do you need? Is there anything new in the case of Mr. Faber? No, sorry. It's still at the court and we don't have any decision. Okay. But are we still on schedule? Because it's taking rather long. Yeah. So we are on schedule. What do you mean? When I visited you, you told me that there is a certain procedure of 14 days and then again 14 days, a certain time frame in which things were supposed to develop. And I thought, oh, maybe it has expired because it's now months ago that we met. That's true, but the court doesn't have a time scale, you know. We try to get a decision, but we have to wait. Oh, so the judges can take whatever time they need? Not whatever time, but much time. Oh, how much time? It's not a certain limit, you know. No limit? No limit, no. They waren soms ook wat bezorgd over de lange duur van de procedures. En wij hebben op geen enkel moment er twijfel over laten bestaan dat het onze wens en ons verlangen was dat Faber de justitie alsnog zou ontmoeten. Ik heb nog twee laatste vragen. Had Nederland nou ook bijvoorbeeld Duitse deskundigheid ingehuurd? Dus Duitse advocaten of om Nederland te helpen hierbij? Want het is natuurlijk een heel ander rechtssysteem, ingewikkeld. Je hebt allemaal deelstaten. Ik neem graag aan dat er nog betere deskundigen te vinden zijn dan die ernaar hebben gekeken. Misschien heeft u ze gevonden. En uw andere vraag was? Ja, die betere adviseur heb ik inderdaad gevonden.
En daarvoor heb ik niet lang hoeven zoeken. Professor Nestler trad op namens de slachtoffers in de Demjanjuk-zaak en is een van de meest invloedrijke juristen in Duitsland op het gebied van de vervolging van oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. What do you make of the way that the Dutch authorities have handled the case thus far? I had the feeling that they're not really familiar with the German law. How can you ask for his extradition if you know that under German law he has a right to just say no and stay here? And this took about 2 years or something of the case. This, I would really say, is not a very smart move to do that. You have to go other ways. Okay. I represent one of the persons who have lost their family members because they were probably killed by Faber. And so I tried to get into contact with the Dutch ministry and offered kind of a scientific support. I told them, why don't we discuss together your approaches that you have with the German authorities to better understand what the possibilities are under German law. They were not interested. I said, no. So they go their own way. I don't know what way that is. And I have my doubts that they really understand how the German authorities react to it, especially since the responsibility in Germany is with the prosecutor in the Länder. So do they have any idea how the system in Bavaria works? Do they have any idea how the prosecutor in Ingolstadt takes care of the case? So from my outside perspective, I would say I'm not 100% sure whether what the Dutch Justice Ministry did over the last, how long did they do it? 5-6 years, I guess, was always a smart way to handle the case. And obviously he's getting older and older, and now he claims he's so sick that he can't be put in prison anyway. So I think this will be the end of the story. So what tips would you give the Dutch authorities then? What are the things that they should do? I don't know exactly what they want. Maybe it's a political approach to ask for an extradition where you know already, should know already, that it will not happen. So to give a message to the public that they did something. In reality, it was like just a symbolic act because it was clear from the beginning he would not be extradited. De manier waarop Nederland in de laatste jaren achter Faber aan zat, verschilde niet veel met de zaak Bruins. Wanneer overheden doen alsof hun handen gebonden zijn door procedures en wetten en ze ondertussen oorlogsmisdadigers ongemoeid laten, dan is het niet vreemd dat deze oud-naties vandaag de dag beweren dat er niets is waarover zij zich moeten schamen. Wie was nou degene die hem heeft geholpen met de ontsnapping? Dat was zijn oudste broer. Ja. Die heeft hem geholpen, ja. Ja. Nou, die heeft hem dus eigenlijk gered. Ja. Daar zijn we hem ook altijd dankbaar voor geweest. Waar heeft u hem leren kennen? Ik had een vriendin en die was... Ik ben niet in de partij geweest, niet om schoon te reden, maar... Ik heb dat nooit gedaan. Ik had geen hekel aan de Duitsers, maar in een partij vond ik niks. Maar ik had een vriendin en die was wel in de partij. En die is in kamp gekomen na de oorlog. En die heb ik bezocht en toen heb ik iemand leren kennen. Nou ja, en dat was de schoonzuster van mijn man. En zodoende heb ik hem leren kennen. Zo. En toen werd u verliefd? Ja. En waar werd u verliefd op? Nou ja, het was een sympathieke iemand, een sympathieke stem. En ja, hoe dat zo gaat. Ja, maar op een gegeven moment in een relatie ga je ook praten over wat je hebt meegemaakt. We hebben zoveel er al over gesproken. Dat ik ken eigenlijk ieder woord wat mijn man zo vertelt, zo ken ik al van tevoren. Dus weet ik al wel. Wat hij gaat zeggen? Ja? Zoveel hebben we dit allemaal doorgesproken. En was er iets wat u graag wilde weten? Was er iets waar u zelf nieuwsgierig naar was? Wat u voor uzelf wilde weten? Nee. Want kijk, als je het vonnis bijvoorbeeld leest van destijds van de rechter, hij is echt veroordeeld tot de doodstraf. Ja. En daarna tot levenslang. Ja. Voor allerlei moorden. Dat zijn geen lichte zaken. Lijkt me best wel lastig als je verliefd bent op zo iemand. Ja, ja. Zeker. Hoe was dat dan voor u? Ja, als je jong bent, dan... ik heb op een moment gedacht... ik heb
je hebt dan, je leeft dan mee met zo'n persoon je hoopt dat het, hij heeft zich nooit meer wat de schulden laten komen en hij heeft hard gewerkt en het is een hartstikke goede man, maar ja, hij heeft aan de verkeerde kant gestaan. Ja, maar hij heeft ook in executiepelotons gezeten. Hij heeft in het schooltehuis gewerkt. Daar werd gemarteld en gemoord. Dat is toch allemaal hartstikke naar? Dat heeft hij niet gedaan, hoor. Hij heeft me altijd gezegd, en dat geloof ik hem. Dat heeft u op uw hart gedrukt? Dat hij niets heeft gedaan waar hij zich voor schaamde. Ja, maar misschien schaamt hij zich er gewoon niet voor. Omdat hij vindt dat dat een juiste zaak was. Dat kan toch ook? Ja, hij was natuurlijk van de verkeerde kant. Ja. Zeggen. Dus hij schaamt zich er nog steeds niet voor, misschien. Nou, ja. En dankzij dat Führer er last, begreep ik, dus dankzij een wet van Hitler, is hij Duitser, heeft hij Duitser kunnen worden. Ja. Ja. Wat vindt hij daar zelf van? Ja. Dat is zijn redding geweest een beetje, hè? Ja. Ja, als dat niet het geval was geweest. En het was ook zo, als mijn man niet in Holland was geweest, bij wijze van spreken in Duitsland, dan was hij nooit veroordeeld geweest. Tja, daar zou mevrouw Faber best nog wel eens gelijk in kunnen hebben. Een van de zaken die mij nog het meest heeft verbaasd, is die van het Führererlass. De wet die van Faber een Duitser maakte, bestaat nog steeds. En dat terwijl het een echte foute wet is. Je moet niet alleen als buitenlander dienst hebben gedaan in het Duitse leger, maar je moet ook een Ariër zijn. Alleen dan kan je aanspraak maken op het Duits staatsburgerschap. Hoe kijken Duitse parlementariërs aan tegen deze wet, die tot op de dag van vandaag nog steeds in werking is? Hallo. Hallo. Let's talk about this law. En daar zijn er veel discussies over in Duitsland. Wat is die Führererlass? Daar ben ik helemaal niet op de hoogte. Was that new for you that this law is still a reality today? Ja. Yes. What I would like to know is that why hasn't it changed? Also, Entschuldigung, aber ich wusste nicht, dass Sie jetzt über diesen Erlass sprechen wollen. Also, das war auch nicht die Absprache. Entschuldigung, Sie brauchen jetzt auch nicht weiterfilmen. Oh, sprechen über das deutsch-niederländische Verhältnis. Das ist mein Schwerpunkt, darum kümmere ich mich. Als er nu een oud SS'er is, die bijvoorbeeld naar Argentinië is gevlucht, die vandaag aankomt hier op het vliegveld, en die zegt, ik was bij de SS, ik ben Duitse staatsburger, ik wil beroep doen op politiek asiel, dat ga ik aanvragen. Dan moeten jullie nu zeggen, oké, volgens de regels... Ja. Klopt, daar zit het probleem. Daar zit het volgende probleem. Die vraag Faber is niet het enige probleem dat we daarmee nog hebben. Dat zich mensen die damals voor Hitler gekämpft hebben, en getötet en gemordet hebben, daarop berufen, om nog deutscher Staatsbürger te worden. Ja. Dat het überhaupt nog Bedeutung had, deze regel, dat was mir niet bekend. Maar het is iets waar Duitsland steeds nog voorzichtig is, omdat het eerst te doen had met de vraag. Kunnen we dat terugdraaien? Moeten we niet? Hebben we daar niet een verantwoordelijkheid? Dat is het oude probleem van Duitsland, nog steeds 70 jaar na de oorlog. Maar nu is het weg van al die, we moeten, redens ons geschiedenis, het op een andere manier doen. Ja. Maar heb ik daar die meerderheid op het moment voor? Nee. Zou ik zeggen, oké, maar ik werk ervoor? Ja. Dat is een schöne opgave voor ons, moet ik zeggen. Ja. We werden het opgreifen. Oké. Thank you again. Ik ben benieuwd of ik het ooit nog mee ga maken dat de Duitsers deze wet gaan aanpassen. Ik besloot mezelf een kleiner doel te stellen dan het aanpassen van de Duitse grondwet. Ik had de bewijzen in handen gekregen dat Bruins nog nooit was veroordeeld voor 2 moorden op verzetsmensen. In de hoop dat ik deze zaak aan de vergetelheid kon onttrekken, ging ik langs bij de aanklagers in Ludwigsburg en Dortmund. There is something that I would like to show you, and maybe you can help me with this. I have here the verdict, and when you read it, there is this murder
on the two Jews. And then I saw that there were also murders on people of the resistance. For instance, Aldert Klaas Dijkema was shot, Walter Stimmert. You can find it here. Ja, so, wir werden, I can make copies for you. I can give it to you for free. Das gleich fragen. Yeah. Ik voel dat u boos bent, hè? Ja, dat ben ik ook. Ja. Maar wil ik niet meer. Ik heb vandaag een mooie dag gehad. Terwijl ik 65 jaar hier ben. Klaar bent u ermee? He? U bent er klaar mee? Ja, fertig. Fertig. Oh. Ja. Zo, het is goed, moppen. Heel veel slachtoffers zijn er niet klaar mee. Die hebben altijd dat verlies. Die kunnen niet zeggen, ik heb een mooie dag gehad. En dat je hoopt dat de mensen die het hebben gedaan... dat ze op een dag zeggen, ik had het niet moeten doen. En dat de smoesjes een keertje stoppen. Maar wat geweest is, is weg. Is voorbij. Ik ben ervoor bestraft worden en dat reikt niet. U heeft nergens spijt van? Ach, maar hij spijt. Nou, spijt. Ja. Ik had het niet moeten doen. Laatste kans. Maar we hadden geen soldaat werden moesten. Daar heb ik spijt van. Ja. En dat is een... Alles wat we zagen kunnen, dat is alles, meer niks. Du meinst ook met dat berooid, zo meinst du dat. Op Duits gezegd. Dat is gewissen. Werkt dat niet? Dat kan ik je niet meer zeggen. Zelfverständlich dat. Ja, ik kom! Dat deze aan, kom. Oh mijn god. Und so auch in diesem Fall, da wage ich keine Prognose abzugeben. Ah, you copied it? Mm-hmm. Okay, good. Maybe I give you a tip. Mm-hmm. Wir gehen jedem Tipp nach. Ja? Ja. Na mijn bezoek aan de Duitse aanklagers ging ik bij Bruins langs, in zijn woonplaats Alte-Brikkeveld, om hem van mijn activiteiten op de hoogte te stellen. Oké, nou, ik heb geschreven Siert Bruins. Dit is een foto van de heer Brindel en de heer Maas. Zij zijn twee aanklagers. Ik was bij hen op bezoek omdat er nog een aantal moorden zijn waarvoor u nooit bent bericht. De papieren in mijn hand, dat is uw vonnis, waarin de moorden staan beschreven. U bent enkel veroordeeld voor de moorden op de gebroeder Sleutelberg. Voor de andere moorden bent u nooit bestraft. De aanklagers waren blij met de tip. Ik wil hem even. Nou, dit is de foto. Hallo, dag mevrouw Bruins. Ik was Gideon Levy. Ik was een tijdje geleden was ik bij u op bezoek. Heb met u met uw man gesproken. Ja, nee, is hij er misschien? Nee. Ik wilde niks meer mee te doen. Ik wil hem iets laten zien. Ik wil hem iets laten zien. Is hij er misschien? Ja? Nee. Ik wil hem heel graag iets laten zien, want ik heb voor hem... Nee, ik wil niks meer met ze doen. Maar is hij thuis misschien? Ja, nee, het is op televisie. Ik wil niet... Geen commentaar, meneer. Maar ik ben gewoon hier... Nee, ik heb geen commentaar. Hello, Mr. Brindel. It's Gideon Levy from Holland. Ja. Last time we met, we talked about Brown's case and I was wondering what happened. Then I'll keep calling you.
Ich habe die Akten des Verfahrens angefordert von verschiedenen Staatsanwaltschaften und festgestellt, dass also nach meiner Auffassung eine heimtückische Tötungshandlung nicht auszuschließen ist nach dem Sachverhalt und habe dann veranlasst, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Okay, und was bedeutet das? Ich habe dann danach das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mit den Ermittlungen beauftragt und gleichzeitig entsprechende Ermittlungen in Deutschland und auch in den Niederlanden veranlasst. Aha. Die niederländische Polizei ist auch im Augenblick dabei, dort zu versuchen, dass wir das möglicherweise auf niederländischem Boden befindliche Zeugen noch gefunden werden. Okay. Okay. So, das war ein guter Tipp. Das war ein guter, ja, das war ein guter Hinweis. Und ich meine aber, dass man das durchaus vertreten kann, zumindest insoweit nochmal zu ermitteln. Okay. Man muss mal sehen, was letztendlich die Ergebnisse der Ermittlungen erbringen. Ich hoffe, dass das relativ beschleunigt passiert. Ja. Weil der Beschuldigte ist ja inzwischen auch schon relativ alt. Der ist ja schon über 90 Jahre alt. Ja. Und wir werden sehen, was insbesondere bei den Recherchen auf niederländischem Boden, also durch die niederländische Polizei herauskommt. Der Ersatz hat die Angaben gegenüber uns verweigert. Ja. Der braucht er ja auch nicht und der ist inzwischen, hat inzwischen einen Verteidiger. Oh, okay. Sie haben hart gearbeitet. Ja, ich habe natürlich sehr, nachdem Sie hier waren, sehr intensiv mich mit dem Fall beschäftigt. Aha. Und wie gesagt, auch das Landeskriminalamt hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und wollen wir hoffen, dass wir jetzt zu einem für alle Beteiligten vernünftigen Ergebnis gelangen. Oh, fantastisch. So what do you think now will happen with Mr. Burns? Wann das der Fall sein wird, kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Wir bemühen uns, es relativ schnell zu machen aufgrund des Alters. Und ich hoffe, dass ich dann Ende August im September insoweit eine Entscheidung treffen kann. Okay. Herzlichen Dank. Sie können sich gerne noch mal melden bei mir dann, wenn Sie mögen. Okay. Herr Brendel, danke. And a lot of success with your work. Ja, okay. Danke schön. Okay. Tschüss. Ik ben een beetje in shock. Ik ga gewoon langs een historicus met een vonnis. We lezen dat er twee moorden in staan. We gaan langs bij een aanklager. Die zegt een goede tip. En opeens bewegen ze. Het gaat om de belangen van de daarbij in het geding zijnde instanties en mensen. Het gaat niet om de slachtoffers. Laat je niks wijsmaken. Niks. Zo is dat. Treurig, hè? Ja, natuurlijk is dat treurig. Ik zit al 40 jaar in dat vak. Ik heb 40 jaar naast mijn gewone hoogleraarschap. Ja, dat is gewoon Nederlands recht. Heb ik dit gedaan. Ik ben ook niet zo begonnen. Ik dacht, ze willen echt. Maar langzaam leer je erbij. En als je ouder wordt, en hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet dat dingen niet zijn wat ze schijnen te zijn. Je leert. Nou ja, misschien worden we ook wel weer gewoon aan het lijntje gehouden en spelen ze een toneelstukje. Maar goed. Ja, wat zal er nu gebeuren, hè? Thank you.